Een nieuw voetbalseizoen betekent natuurlijk ook een nieuw seizoen MVV TV. En vandaag staat de middenstip centraal. Wij nodigden Ricardo Ippel, Bert Kersten en Jeff van Til uit en legden ze een aantal stellingen voor. En het resultaat is te zien vandaag in de eerste aflevering van MVV TV. Ja, vind ik van wel, in de zin dat we met een bescheiden budget eigenlijk goed gepresteerd hebben. En ik denk zelfs dat we ons op sommige punten tekort gedaan hebben. Dat we goed gespeeld hebben en dat we eigenlijk nog meer hadden kunnen halen. Wat een deel, naar mijn idee, komt door de onervarenheid. Een vrij jong team, een vrij nieuw team ook. Maar ik vind wel dat we heel goed gepresteerd hebben, absoluut. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Kijk, uiteindelijk als de ranglijst is uiteindelijk toch die graadmeter die weergeeft waar je staat en waar je behoort te staan. En dan kun je inderdaad links en rechts loop je een keer tegen een pluspuntje en een minpuntje op. Uiteindelijk zijn we tiende geworden. Ik vind dat niet eigenlijk waar MVV behoort te staan, waar ze ook zouden moeten staan. Dat staat wel tegenover als je de laatste periode kijkt en met name de play-offs. Vind ik dat we uitermate goed gepresteerd hebben. En niet alleen een resultaat, maar ook wat ik veel belangrijker vind, is aansprekend voetbal. Als je bijvoorbeeld uitkijkt bij Volendam, dan zie je gewoon op de tribune in het uitvak, proef je gewoon, hier valt voor Volendam niks te halen. Ja. En dan denk ik, de laatste fase vind ik zeer zeker wel. Maar gedurende het jaar, laat ik zo zeggen, dan geef ik onszelf een zesje. Play-offs, denk ik zelf, al tot we richting de 8 gaan. Mijn doelstelling zelf was ook play-offs halen en dat is gelukt. Dus ja, in dat opzicht wel. En in de play-offs denk ik dat je er alles aan hebt gedaan. Ook al heb ik een bittere nasmaak over de ontmoeting met de Graafschap. Want dat denk ik misschien er wel een steuntje in gezeten. Maar goed, al met al ben ik wel tevreden. Kijk, dat je ze alle drie niet vast kan leggen misschien voor meerdere jaren, dat is begrijpelijk. Maar ik denk wel dat MVV eerder had moeten handelen om zeker één van deze jongens vast te houden. Want ik vind dat je eigenlijk elk jaar moet voorkomen dat er drie van jouw basisspelers zomaar de deur uitlopen. Ja. En ja, dat heeft natuurlijk met financiën te maken of met de speler zelf, maar ja, we proberen daar wel echt aandacht aan te besteden. Maar het is ook voor de club, als je niet zeg maar, ze kunt laten gaan wat je de jongens best gunt, en je nog als club een graantje daarvan meepikt. Als je ze zo laat gaan als het contract afgelopen is, en ze kunnen helemaal vrij vertrekken, dat is ook voor ons als club niet slim. Dus ik hoop echt dat we daar een stapje in kunnen zetten. Maar wel in de goede volgorde, eerst het geld, voordat we dat kunnen doen. We hebben het vaak over een overbruggingsjaar. We hebben dus nu te veel overbruggingsjaren gehad. En we moeten nu inderdaad ook concreet de stap maken naar de top 5. En wij behoren dit jaar niet meer weer tussen plaats 5 en 10 te bungelen. Want op een gegeven moment gaat dan ook, in ieder geval niet bij de meest fanatieke, maar bij de andere supporters gaat de energie eruit. En daar moeten we echt voor zorgen dat we nu die stap maken richting top 5. En dan volgend jaar de volgende stap. Nou, ik vind en-en. Kijk, primair heb ik steeds als voorzitter gezegd, we moeten het eerste team versterken. Dat blijft ook mijn prioriteit. Maar tegelijkertijd moet je ook niet in je eigen staart bijten door de organisatie te verwaarlozen. Maar het meeste geld, veruit het meeste geld, wat we extra binnenhalen, gaat naar het eerste team. En dat blijft voorlopig ook zo. Als je daar echt een basis hebt staan en zelfs in de breedte verder kan gaan, ja, dan kun je daaromheen denk ik ook gaan knutselen en gaan bouwen. Ja. En, heb je het gevoel dat dat gebeurt? Nee, want er zijn drie jongens weggegaan. Ja, goed, ik sluit me gedeeltelijk sluit ik me aan. Echt, ik vind bij MVV heerst nog veel de cultuur van wat kost het. Ik vind dat je eigenlijk moet gaan uitgaan wat gaat het opleveren. Wij zijn wat dat betreft zijn we erg lief voor elkaar. Op het moment dat we targets zetten, niemand is op het gebied van commerciële zaken. En die blijven een aantal jaren blijven die op hetzelfde niveau zitten. En dan moet je jezelf afvragen, staat de goede man op de goede plaats? Of is de organisatie wel goed ingericht om die resultaten te halen? In Maastricht wordt altijd gezegd, het kump wel. Nee, van die mentaliteit moeten we een keer vanaf. Ja, dat vind ik wel. Kijk, ik zeg overal, wat is nou eigenlijk een club? Dat zijn de supporters.
Ja, ik denk zelfs dat het onderscheidend vermogen van MVV op dit moment de supporters zijn. De ene juicht en klapt na 2-0 verliezen. En de ander, ja, die is wat bozer en die roept wat andere dingen. Ja. Ja, ik vind dat het moet kunnen. En, ja, en hoe meer, hoe beter, zeg ik altijd maar. En, ja, in uitwedstrijd, daar kijk ik alleen al naar uit omdat er mijn supporters daar zijn. Ja. Snap je wat ik bedoel? En, geeft een extra motivatie, een goed gevoel. We zingen inmiddels al 16 jaar I Wanna Go Home. Ja, en dat is wat gewoon bij de supporters leeft. Wat ik veel belangrijker eigenlijk vind, is dat je jaar op jaar kunt zeggen, we werken daar eigenlijk echt naartoe, totdat er een moment onvermijdelijk komt. Dat het een keer moet lukken en je ook, zeg maar, weerbaar bent in die situatie. Je moet karakters creëren die ervoor willen vechten. En, ook dat. En die langer vasthouden. En ja, dan is het voetbal maar af en toe iets minder dan dat je een hele goede technische speler hebt die er niet voor wil vechten. Die wel af en toe een keer een mooi balletje kan leggen, maar dan heb je liever een leeuw op het veld. Hey, kijk, ik vind het bijna onaanvaardbaar als hier een jongen tussen loopt, waarvan ook de trainer of wij als supporters zeggen van, nou ja, hij kan leuk ballen, maar hij gaat niet tot het gaatje. Ik vind dat onacceptabel. Hey, je verdient hier een stukje je inkomen, je bent profvoetballer en dan moet je ook echt die mentaliteit hebben. Ja. Anders ben je geen prof, vind ik. Ja, ik zie heel veel potentie in Florian. Dat die is nog zo jong en als ik zie hoe die al beheersing heeft over de bal, daar kan ik wel mijn bewondering van uitspreken. Ja. Dus ja, als hij er alles aan gaat doen, dan zie ik hem wel een mooie carrière tegemoet. Nou, die combineert een stukje inzicht met techniek, maar daarnaast kan hij ook nog een smeerlap zijn. Als het nodig is. Ja. En dat zijn eigenlijk alle drie die eigenschappen zijn belangrijk om inderdaad succesvol te worden. Maar ook wel de type Alessandro Serrani. Vind ik ook wel een hele Zuid-Duitsers zou ik zeggen, spritziger speler. Hè? Heel snel en watervlug. En het geeft wel, als je een beetje meeloopt, mooi voetbal. Het is niet alleen winnen, het is ook goed voetbal. Ik denk dat de mensen dat ook waarderen. Ja. Ik ben minstens zo gelukkig bij MVV als dat ik bij Real Madrid zou zitten. En ik denk gelukkiger, want MVV is mijn club. Ja. Oké. Daarmee sluiten we af. Is goed. Tenzij iemand nog iets heel graag kwijt wil. Ja, misschien wil jij het volkslied nog even zingen. Oh. Nee? Of ja, dat kon nog wel weten. In het Nederlands. Je weet hoe het begint, hè? Hand op de borst en dan een traantje laten, hè? Ja. Ik doe altijd mijn best, man. Ja, oké. Okay, als je lippen maar beneden gaan. En tot zover de eerste aflevering van MVV TV voor dit seizoen. Wil je nou weten wat ons allemaal bezighoudt? Kijk dan op onze Facebookpagina of stuur ons een mailtje via onderstaand e-mailadres. Tot morgen in Helmond.